Een telegram voor u. Ja, bedankt, Oosting. Heb je je voorganger, Poes? Zie je wel? Hè? Nou, vooruit opnieuw. Ta, 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 ta.
Je grootvader had je al lang een draai om je oren gegeven. Komt er nog wat van? Heb je vannacht in deze kamer geslapen? Ja, gewaakt, begrijpt u wel. Uw ouders zijn ook tot vanmorgen vroeg opgebleven. Ik zou je geen oog dicht kunnen doen. U kunt grootmoeder nu zien als u wilt. U bent toch de zoon? Ja. Leeft ze nog? We hadden niet gedacht dat ze de ochtend zou halen. Ze is bijzonder sterk. Sterk, ja. Zolang ik haar ken, heeft ze geroepen dat ze dood zou gaan. Uw ouders hadden geloof ik op gerekend dat u eerder zou komen. Ik heb dat telegram te laat gekregen. Vanochtend pas. Oh. Ik weet dat het gisteren al verstuurd is, hoor, maar de portier is vergeten het af te geven. U hoeft zich van mij niet te verontschuldigen, hoor. Nee, natuurlijk niet, maar... Houdt mij verder niet aan. Ze is uw grootmoeder. Ze wist hoe ik dat mens gehaat heb. En toch ben ik nog geschrokken gisteren. Gisteren? Ik dacht, daar heb je er weer, hoor. Oma stervende. Kom direct. Die dacht, laat hem maar mooi een keertje wachten. Kan ze me horen? Ze ligt in coma. Zou net iets voor haar zijn. Ineens de ogen open doen. En al kon ze u horen, praten kan ze niet meer. Vorige week heeft ze voor het laatst gepraat. Vorige week voor het laatst gepraat? Oh. Dat valt er nog te bezien wie hier het laatste woord krijgt. Ik vind dat u wel een beetje vreemd over uw grootmoeder praat. U heeft haar niet gekend zoals ik. Anders had u beslist niet met haar onder één dak durven slapen. Maar meneer... Altijd met één been in het graf en met het andere klaar om je een trap te geven. Dat schaam, bewusteloze oude vrouw. Zouden we zelfs nu niet vertrouwen? Raakt u niks? Hoe weet u nou of ze niet al dood is? Het stinkt, die beslist hoor. Het is niet om uit te houden. Niet open, daar kan ze niet meer tegen. Die ga ik ook planten. En zonnebloemen ga ik zaaien. Richard? Hoezo, oma? Wat heb je daar aan je hand? Eens kijken.
Kraantjes? Wat moet je daarmee? Voor tuintje om te zaaien. Het zijn zonnebloempitten. Maar juf heeft jullie toch zeker mooie plantjes gegeven? Zijn die soms niet goed genoeg? Moet jij het weer beter doen dan de andere kinderen? Kraantjes pikken van een arm vogeltje. Pietje mag verhongeren als jij maar je zin krijgt. Maar ik kwam weer zaad aan de bloemen. Zo, brutaal ook nog. Geef jij die zaadjes maar eens aan oma. Ga spelen. Die zal lopen. Ach, Saartje heeft zelfs schuur. Weet je wel wat nou is? Nee, wat is het dan? Goed zo. Volgende. Vraag maar aan de zuster. Goed zo. Volgende. Neuken. Ja, de volgende. De volgende. Ik ben toch al geweest? En, weet je al wat neuk is? Wat zei de zuster? Ik had geen tijd om het uit te leggen. Schrijf je nog zo? Wie heeft er een potlood? Schrijf je nog zo? Vindt u het goed als ik dit boek lees? Dat is toch veel te moeilijk voor je. Je moet eerst maar wat jaartjes wachten. Zeg, wat is dat voor een vies boek? Dat wil ik je niet hebben, hoor. Na het eten leg je de boek maar op precies dezelfde plaats terug waar je het gevonden. Ja? Vader, om te kijken wat ik heb gemaakt. Dat is een elektroscoop. Flinke kind, hoor. Richard, er moet hier rommel op tafel. Vooruit, ruim het even op. Het is zo weer bedtijd. Om te kijken wat ik heb gemaakt. Oh, die pot die moet je naar de keuken terugbrengen. Daar staat statiegeld op. Zuster was vandaag op school. Oh, prachtig. Weet je die snippers ook bij elkaar? Ja. Ik wou ook schurft op mijn hoofd en luizen. Wat zeg je, jongen? Luizen op je hoofd? Ben je niet goed gaar? Moet je vader dat horen? Breng het stof erop, blik even.
Natuurkundige proeven met eenvoudige toestellen. Een levende elektriciermachine. Het is algemeen bekend dat bij het strijken over een kat in het donker knappende vonkjes kunnen worden waargenomen. En dat dit elektrische vonkjes zijn, welke tussen de hand en het kattenvel overspringen. Het zogenaamde elektrische meisje. Omstreeks 1883 kwamen geruchten tot ons in het noorden van Amerika dat in Georgia een meisje leefde dat een buitengewone kracht bezat en verondersteld werd elektrisch of magnetisch te zijn. Enige tijd later hoorden we dat ze in het publiek optrad en haar verrichtingen alle toeschouwers verbaasde. De naam van dit meisje was Lulu Hurst. Het elektrische meisje. Het kleine meisje plaatste de palmen der opene handen tegen elk einde der stok en trok na enige voorlopige bewegingen deze sterke mannen, schijnbaar geheel naar haar wil, over het toneel heen en weer. Ga je mee of iets? Ah, het doet me pijn. Eigen schuld, laat die stang dan los. Ik wil kijken. Wat is daar nou in godsnaam aan te zien? Dat is de elektriciermachine van Wim Hurst. Dat ding maakt vonken. Vonken? Wat moet je aan het vonken? Dat is veel te gevaarlijk. Het is helemaal niet gevaarlijk. Moet je het weer beter weten. Laten we nou doorlopen. Kom mee, Richard. Huis genoeg gekeken. Ik kan hier geen uren blijven staan. Kom. Zullen we eens kijken of jij goede oren hebt? Ja, ik hoor hem.
Het is de hoogste tijd. Kunt u deze machine ook even tonen? Dat is niet zo eenvoudig, jongen. Ik weet niet eens of ik wat doet. Kom. De kleinzoon is net zo oud als jij. Wat wil jij laten worden? Directeur van dit museum. Suiker? Nee. Waar is de poester gebleven? Oh, die ben ik helemaal vergeten. Vergeten? Ik had erop gesloten. Ze wil steeds bij uw grootmoeder op bed springen. U houdt niet van poes, hè? U wel? Oh ja. Het zijn levende elektriseermachines. Pak jij deze ook eens even aan, jongen? Je niet gevraagd. Ja, maar meneer, het is de elektriceermachine van Wim's zus. Zo, zo. Is dat een elektriceermachine? Nou, nou, jij weet het wel, hoor. Kunt u me eens voor de klas laten zien? Ach, jong, die ding is altijd kapot. Zie je nog wel? Ik ben er nog geen één tegengekomen die het deed. Ja, maar meneer, hij moet eerst vrij van stof zijn en gedroogd. Ik heb een boekje thuis waar het allemaal precies in staat. Zo, zo, zo. Je hebt dus weer een boekje thuis waar het allemaal in staat. Ach, jongen. Geen enkel onderwijzer die goed bij zijn hoofd is, die begint er al. Hier. Als je keten in klas wil hebben, ja, dan moet je vooral de elektrische machine laten kijken. Als je wilt dat ze de boel bij jou breken, ja. Richard, één ding moet je goed begrijpen, jongen. Er komen vonken uit. Wat heb je nog? Dat interesseert de meeste mensen immers geen zwaars. Je kan ineens een lamp op laten branden. Bovendien, die proeven. Als je daar geen bijzondere handigheid in hebt, dan mislukken ze altijd. Elektriceermachines, dat zijn dingen die niemand aan de gang kan krijgen. Niemand. Denk eraan, je bent er zuinig op, Richard. Ja, moeder, ik beloof het. Ik heb hem in de tijd nog van oma gekregen. Het is een hele mooie stofpast. Ja, moeder, ik maak hem niet kapot. Kom je mee? Ga er vandoor. Nou, je houdt hem dus goed in de gaten, hè? Als die kwast kapot maakt, dan zwaait er wat. Ik moet vroeg op school zijn. Ik moet de elektriciermachine klaarzetten. Nou. Trek je jas aan, dan zal ik hem inpakken. Hoe kom jij aan je kapotte knie? Ik ben gevallen. Ah, oh, gutte, gutte, gutte. Nou, zorg maar dat je nu niet valt. Want dan doet hij het zeker niet.
Jongens, jullie krijgen nu een apparaat te zien. Daar kun je elektrische vonken mee maken. Ik zeg, kun je maken, want het is altijd de vraag of zo'n ding het wil doen. Het is de elektriseermachine van Wimshurst. Richard zal hem voor jullie demonstreren. Richard, ga je gang. Heb je nou meegenomen? Hij heeft stopwes. Hij heeft een stopwes van zijn moeder meegenomen. Laat de stof afnemen. Ja. Ik wil nu niets meer horen. Jullie blijven rustig zitten. Ook als de machine helemaal niks doet. Zo moest je je neus ook maar eens poetsen, Richard. Laten branden op een elektriciermachine. Houd vast. De meester is zo dom. Hij wil de lamp van de elektriciermachine laten branden. Meester dom? Dat doen we eens eerst afwachten of het er bij jou terecht komt. Wat heb je daar? Wat heb je? De stofkwast? Heb jij die kapot gemaakt? Jij gaat ze zeggen gewoon naar boven. Dat heb ik niet gedaan. Zie op. Moet u hem even vasthouden? Hij is een beetje zenuwachtig. Dag. Dag, Poes. Dag, tovenaar. Zo, ik ga er eens vandoor. Gaat u weg?
Moeten we dan niet wachten tot hij wordt afgelost? U bent er toch? Ja, maar er moet toch een verpleegster zijn? Wat zou er kunnen gebeuren? Dat weet u beter dan ik. Het kan van alles gebeuren. U maakt zich echt zorgen om niks. Om 11 uur komt de wijkzuster. Tot zo lang houdt u nog wel uit, zeker. Dag meneer. Kom hier. Kleine elektriseermachine. Kom dan. Hé, wil je het wel eens laten, staaldert? Proberen een beetje ruimte te zetten. Lukt dat misschien ook wel?